Het gedicht waar de toehoorders heet Sebastiaan. Dit is de spin Sebastiaan. Ja, het is niet goed met hem gegaan. Luister. Ja, dit wordt het hele verhaal. Hij zei tot alle andere spinnen: vreemd, ik weet niet doe wat ik heb. Doe het niet, Sebastiaan. Ja. Want, maar ik krijg... Nog niet, Jan. Maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen: oh, Sebastiaan, nee, Sebastiaan. Ja, kom, Sebastiaan, laat dat nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastiaan tot de spinnen: het web hoeft niet zo groot te zijn. Het hoeft niet buiten, kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Nee, want hij ziet het als hij het gordijn opdoet. Maar luister, daar gaat het, hè. Zeiden alle andere spinnen, dan gaan we weer. Oh, Sebastiaan, nee, Sebastiaan, toe, Sebastiaan, toom je in. Vindt opa zo mooi, toom je in, hè. Het is zo gevaarlijk binnen, zo gevaarlijk voor een spin. Maar, zei Sebastiaan eigenzinnig, nee, de drang is mij te groot. Zeiden alle anderen innig, Sebastiaan, dit wordt je dood. Oh, 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 Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Nee. Door het raam klom hij naar binnen, eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen: kijk, daar gaat hij met zijn drang. Na een poosje werd toen even dit berichtje doorgegeven. Binnen werd een moord gepleegd. Sebastiaan is dood. Opgeveegd. En hup in de prullenbak. Ja. Je maakt je eigen verhaal ervan. Nou, dat zeiden we, de product. Maar nou moet opa nog, heeft opa van de week geoefend en dan weet ik niet meer hoe het begint. Maar het is, zei ik tot alle andere spinnen, vreemd. Ik weet het niet wat ik heb. Maar ik heb zo'n drang van dat ik niet zou doen. Dan kwamen ze met een harpoen, wat vroeger of wat later. Dan maakten ze van Samuel, van kop en vin en staart en vel. Ja, hè? Harpoen. Dat moeten we zo om lachen, hè? Op die harpoen. Een soort margarine. En Samuel begreep het wel. En zat dusdanig in de knel en kon alleen maar grienen. Okay. Hij jammerde van ach en wee. Zijn tranen vielen in de zee. Het waren walvistraantjes. Ze vangen mij, riep Samuel. En wat er overblijft, jawel, dat is een handvol kaantjes. Dat is negatief. Maar bij wat ik me nou afvraag, hè, als jij nou gedichtjes voor gaat lezen, moet je dan die bril zo lullig op je neus hebben? Daar kwam een lieve albatros. Die riep: kom, kom, het loopt wel los. Je moet je tranen stelpen. Ik waarschuw jou, hoor Samuel. Ik zie die walvisvaarder wel. Ik zal je heus wel helpen. Toen de walvisvader kwam, een heel groot schip uit Amsterdam, toen wonder boven wonder, toen riep de albatros: hallo, zeg Samuel, het is weer zo, hey Samuel, duik onder. Duik onder. En Samuel dook in de zee en hoefde niet in de haché en niet in de margarine. Bedankt, bedankt, zei Samuel. De albatros zei: zie je alles wel? Oké, om je te dienen. Nou, die is ook leuk, hè? Ja. Oh nee, ik vind Sebastiaan heel leuk. We doen nog één keer Sebastiaan. Zie je alles wel? Yes. Nee? Goed luisteren. We gaan Sebastiaan doen. Goed luisteren, iedereen. Een heel andere taal gebruikt. Ja. Iedereen, ja, leuk, stil, stil. Ja, jij zei stil. Maar uit welk boekje, uit welk jaar is dit boekje? Uit 1884? Ja. Nee, Annie M. Schmidt die... iedereen stil. Noodstuk. We gaan jij ook. We gaan... We gaan opnieuw beginnen, Bobbelie, hè? En het verhaal heet, jij mag het zeggen? Sebastiaan. Sebastiaan. Ja. Alweer. Ja. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister. Hij is dood en opgeveegd. Nee, dat is aan het einde. Oh. Nee, aan het einde, mama. Kom op. Dat is hij aan het einde. Hij zei tot kom alle op. Andere spinnen, vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen: oh, stil, Sebastiaan, stil. Nee, Sebastiaan, kom, Sebastiaan, laat dat nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastiaan tot de spinnen: web hoeft niet zo groot te zijn.
Het hoeft niet buiten. Je bent maar een klein spinnetje. Kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Je bent maar een klein spinnetje. Zo is het. Zeiden alle andere spinnen, oh Sebastian, nee Sebastian, toe Sebastian, tom je in. Het is, dat vind ik zo mooi, dat tom je in, hè. Dat zeg ik tegen opa Kees ook eens, tom je in. Opa. Ja, ja. Het is zo gevaarlijk binnen, zo gevaarlijk voor een spin. Staat er wel. Zei Sebastian eigenzinnig, van die tijd. Nee, de drang is mij te groot. Zeiden alle anderen innig, Sebastian, dit wordt je dood. Oh, 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 Sebastian. Wat wordt dat verdrietig? Dat is. Door het raam klom hij naar binnen, eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen, en kijk, klap. Daar gaat hij met zijn drang. En altijd stil even, hè? Sam. Even Sam, inderdaad. En dan opeens, na een poosje, werd toen even dit berichtje doorgegeven. Binnen werd een moord gepleegd. Sebastian is opgeveegd. Huppa is in de prullenbak. Ja, in de prullenbak. In de GFT-bak. Ja. En hup, zijn weppie is in de stenen. Ja, weppie helemaal kapot. Klein Sebastian.